welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een wat ik op een dag eet video filmen. Ik ben net wakker, ik heb net mijn sportkleren aangedaan, dus ik ga nu eerst even lekker sporten. En dan gaan we naar beneden eten. Het is echt super chill dat ik nu alles boven heb. Zo lekker koud. Dus zoals je ziet ben ik nu in mijn walk-in kamer / chillkamer. Dat is ook echt de perfecte kamer om mijn workout te gaan doen. Want ik heb hier genoeg ruimte om me heen en ik ben hier alleen en de jongens zijn toch beneden. Ik ben alweer buiten adem van het lullen. Havermout te gaan maken, amandelhavermout. Ik hou van amandelen, ze zijn super lekker en het is super goed voor je. Ik maak het voor 2 dagen, zodat ik morgen ook heb. En dan spice ik het weer op met ander soort fruit als topping, dus dan lijkt het weer heel wat anders. Maar laten we met het ontbijt in ieder geval nu gaan beginnen. En ik heb alles klaar gedaan. En we beginnen met 100 gram havermout. Zoals ik al zei, ik maak het voor 2 dagen, dus vandaar de 100 gram. En wat je verder nodig hebt, is amandelmelk, of course, amandelen en water, 100 ml water en maple syrup of honing, wat je zelf lekker vindt. En verder heb ik ook nog kaneel, want kaneel is zo lekker. En de havermout natuurlijk, daar. En een pannetje om je havermout in te doen, dat lijkt me wel logisch. I know! En dan doe je al je ingrediënten gewoon erin. Ik heb hier 100 ml water met 250 ml amandelmelk. Je roert het even door. En ik dacht op het laatste moment, hey, ik doe nog even een amandelextract erin. Dat is nog even lekker amandeliger, amandeliger. En ik heb gekozen voor een appel als topping. En ook om nog los amandelen erbij te doen. Maar eerst ga ik de appel heel klein snijden, want ik hou niet van hele grote stukken erin. En amandelen ook gewoon lekker fijn, want ik vind het same old. Ik vind het gewoon niet fijn om hele grote dikke stukken naar binnen te werken. Dus vandaar. En als je havermoutje klaar is, is het vrij dik. Ik hou van hele dikke havermoutpap. Maar als je daar niet van houdt, moet je wat meer water erbij doen, zodat het wat minder dik wordt. Maar ik hou van echt hele lekkere, dikke, stevige havermout. En daar top ik dan mijn appel bovenop en mijn amandelen. En als topping dacht ik eerst alleen dit te doen. Maar toen dacht ik, Mer, het is ook een goed idee om chiazaad eroverheen te doen. En honing, want het was nog niet zoet genoeg. Dus ik doe hier en honing zit er al in en chiazaad bovenop. En dan zou ik zeggen, eet smakelijk. Dit is your breakfast. Ik ga nu beginnen met mijn overheerlijk ontbijtje te eten. Hij is echt super lekker. En zoals ik al zei, ik heb er voor 2 dagen. Dus ik heb nog wat bewaard. En die doe ik dan als het afgekoeld is in de koelkast. En dan heb ik morgen weer een heerlijk ontbijtje. Dit ga ik nu opeten, want het is onderhand al veel te laat om het ontbijt te beginnen. Wat ik nu wel ga doen, een theetje erbij nemen met vers gember. Die ga ik nu maken. En gember is echt super goed voor je spijsvertering, dus daarom zou ik het al helemaal aanraden om het vaak te drinken. En het is gewoon lekker in de ochtend samen met je ontbijt. Ik heb nu warm op warm, terwijl het buiten ook warm is, maar voor mij maakt dat nooit wat uit. Maar als het echt te hard is, kan je natuurlijk ook lekkere smoothiebol maken. Maar de thee blijft er altijd in bij mij. Speaking about the devil, we gaan als lunch een smoothiebol maken. En ik heb hier allemaal lekkere dingetjes. Deze is echt, oh my god, die Alpro kokosnoot, die moet je echt proberen. En wat we gaan doen, we gaan alles gewoon in de blender pleuren. Ik heb hier een bevroren banaan, wat bosbessen, die zijn niet bevroren, die had ik nog in de koelkast liggen. En wat bevroren aardbeidjes meer, oh my god. En dan doen we lekker veel schepjes van de Alpro erin, want die is delicious. Really, really delicious. En wat we dan gaan doen is eigenlijk alles blenden. Maar ik zie dat ik nog honing erbij doe. Dus ook nog een scheut honing erin doen. En wat je dan krijgt is het effect. En als topping heb ik gekozen voor aardbeidjes en wat granola. Deze heb ik gewoon in de winkel gekocht. En dan is het helemaal klaar. Oh, ik heb alweer geknoeid hoor hier op mijn tiet. Ik heb alweer een vlek op mijn truitje. Oh my god. Ik heb net gedoucht en aangekleed naar sporten. En ik zit alweer gewoon onder. Voorzichtig, hè? Ja, het is wel echt super lekker. Alleen volgende keer iets minder pindakaas erin doen. Nee, dat is geen pindakaas. Ik had een hap in mijn mond dan. Ik heb een appelwok. En voor tussendoor had ik wat maiswafels. Deze maiswafels zijn echt de best, want ze zijn super lekker en heel erg laag in calorieën.
Dus echt een lekkere snack als ontbijt of als tussendoor. Maakt niet uit, je kan er echt alles op kwakken. En het is gewoon lekker. Ik heb gekozen voor hummus. En ik dacht, ik doe er 2 met hummus en de rest doe ik met een avocado. En wat ga ik met de avocado doen? Ik ga niet zomaar alleen avocado erop smijten. Nee, ik ga de avocado een beetje opspijzen met komijnpoeder, want dat is echt super lekker. En dan een citroen eroverheen. En ja, that's basically it. Ik heb hier best wel veel crackers gemaakt. Ik denk in totaal zo 5. Ik had gewoon het hele pakje opgemaakt. Maar je kan natuurlijk ook dit tussendoortje verdelen in 2 keer. Dat je de eerst 2 eet en daarna 3. Of je maakt nog een pakje open. Want dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want het is zo licht in calorieën. Je kan er echt alle kanten mee op. En zoals ik al zei, ja, je kan het ook voor ontbijt of als avondsnack. Ja, het is gewoon echt hartstikke lekker en makkelijk. Wat trouwens ook echt heel erg lekker is om op je avocado mengsel te doen, is chili flakes. Het is wel wat pittiger, maar het geeft wel echt ook een spice aan je eten. Het is ook echt lekker. En voor de rest, ja, zoals ik al zei, je kan ook zoetigheid erop doen. Gewoon wat je wil. Wat jij wil. Nou, dat is toch perfect. Oké, dit is genoeg over mijn tussendoor. I think, ja, anders lul ik maar door over mijn tussendoor. Dus ja, oké. Super lekker. Nee, kom je even een hapje proeven? Ik wil weten wat jij ervan vindt. Ja. Lekker, hè? Mhm. Ben je wel op? En ik ga nu ook eventjes een kopje thee weer maken. Maar dit keer ga ik lekker groene thee met sojamelk, honing en wat kaneel en anijs. Voor de mensen die vaker mijn vlogs volgen, die weten dat ik dit echt heel vaak drink. Ik vind dit echt hemels. Ik vind dit lekker. Het enige wat nieuw erbij is gekomen is het sterrenanijsje. En de nieuwe Alpro, want die is ook heel erg lekker. Met extra eiwitten en weet ik veel wat voor rampen mijn tante er allemaal in hebben gepleurd. Maar hij is lekker, creamy, romig en ook heel erg goed voor koffie te maken en zo. Dat is echt delicious. Maar dit is deze thee, jongens. Echt, voor het slapen gaan, give it a try. Je slaapt echt als een baby. En ik zie hier dat Nick gewoon mijn avocado aan het jatten is. Lekker! Ik zat net te vertellen dat het echt super lekker weer is. Oh ja, dat wisten ze niet. Nee, maar niet alleen dat. Omdat ik nu vandaag film wat ik op een dag eet. Nou, ik ga even lekker in de tuin zitten. Oh ja, en ik had ook nog een chardonnay genomen omdat het zo lekker weer was en ik daar zin in had. Boom. Ik heb je avocado opgemaakt. Ja, dat zag ik, ja. Had je nog nodig? Nee, gelukkig niet. Ja, toen ik aan het eten was, dacht ik, oh, wacht. Voor vanavond in de salade doe ik wel avocado erbij in ook nog. Ik hoef nu alleen nog niet te eten. Nee, ik ook niet, want het is machtig, hè, die avocado gedoe. Een lekker chip. Ja. Die dingen van je? Ja, die smoothie bowl. Die was ook best wel machtig, hè? Ja. Ik ga nu beginnen met mijn avondeten. Ik heb al de saus gemaakt naar de dressing voor mijn salade. Ik ga nu proeven. Zo lekker. Ik ga nu de salade in elkaar maken. Echt super lekker. En voor vandaag had ik een salade in gedachten van ijsbergsla en spinazie. Ik mix altijd wel spinazie in mijn salade. Spinazie is ook echt super goed voor je. En ik had ook zelf gemaakte croutons gemaakt. Ik had nog wat oud brood in de kast liggen. Dus ik dacht van, nou ja, weet je, het moet toch op. Dus laat ik het dan maar gebruiken als croutons. En ik had die dag nog helemaal geen brood gegeten. Dus ik dacht, why not? Verder rest heb ik er avocado in gedaan, tomaat in gedaan, een uitje in gedaan. Je kan van alles eigenlijk erin doen. Het is echt super lekker. De saus, daar zou ik nog een keer het receptje van geven, want die is echt hemels. En ik had er nog ei bij gedaan en dat is eigenlijk ons avondeten. Het ziet er een beetje karig uit, maar het vult echt als een malle. Dus dat vind ik heel fijn van deze salade. Ik heb echt van alles gedaan. Opgeruimd, schoongemaakt, eten gemaakt, hele dag. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Doe je die hieronder te klikken. En dan zie ik jullie vrijdag weer bij een nieuwe weekvlog. Heb een hele fijne dag. Ja, dat was hem. Love you. Your friends want you every time I call. I know, you know, I've done nothing wrong. You can't help but try to write me off. You won't let me have it all.